Dank jullie wel voor alle ontzettend lieve en vriendelijke en positieve reacties die ik op mijn Instagram filmpjes krijg. Toch heb ik ook drie kritische noten mogen ontvangen. Dat vind ik hartstikke goed, want daar gaan we wat mee doen. Er was een mevrouw verleden week die stoorde dat ik Instagram op z'n Hollands uitspreek. Dus daar gaan we gewoon een andere taal voor verzinnen. Dus er wordt dan waarschijnlijk een Instagram of Instagram of Instagram. Of zoiets, werken we nog aan. Dan punt twee kreeg ik van een mevrouw een klacht over dat mijn mond te ver open staat als ik spreek. En als ik zing, nou, dat kunnen we natuurlijk absoluut niet hebben. Dus daar gaan we keihard aan werken. En ten derde kreeg ik gisteren een kritiek van een mevrouw. Het zijn wel allemaal mevrouwen trouwens, valt me op die dat zeggen. Die zei: Lussen, die pony, dat kan echt niet meer. Dus mijn haar moet uh, hipper. Ik moet een, een ander imago aankweken. Dus daar zijn we mee aan het experimenteren. betekent het waarschijnlijk ook dat ik een hipper over hem moet hebben. Dat is wel een probleem, want ik weet niet waar de hipper over hem de winkel zit. Maar blijf dus vooral doorgaan met opbouwende kritiek. Ik kan er alleen maar, bet er alleen maar beter van worden op Instagram. Dank jullie wel.